Welkom bij een nieuwe aflevering van Joes lost het op. En zoals je weet, iedere week zitten wij hier met een kijkersvraag, met een probleem. Iemand die een probleem heeft met een overheidsinstantie. Nou, die gaan we dus oplossen in samenwerking met de Nationale Ombudsman. En Quinten Correra, beter bekend als QC. Deze man brengt spontaan een glimlach op je gezicht met zijn gamingvideo's. Zijn rap skills zijn dodelijk. En wat heeft hij een prachtig gezinnetje. Give it up for the family man, QC! Wat een introotje, man. Lekker, man. Een lekkere one intro. One taker, hè. Jongens, die hebben het niet door. Zo, one taker. Alles, we doen niks opnieuw gewoon. Niks opnieuw, overnieuw. Man. Nee, man. Joes, man. Professioneel. Q, man. Hoe is het met je? Ja, goed, man. Goed, ja? Man. Ja, hoe is het met de wifi, met de kids? Ja, goed en druk. En veel bezig natuurlijk met YouTube. Nu toch gelijk even promo maken door een gamingkanaal erbij. Ja, maar jij bent met gaming nu volop ja, bezig, ja, man. Hè? Ook op Twitch en zo, dus... Lekker, ja, man. Ik los andere problemen op, man. Je lost... Mijn eigen problemen. Ik ga nu al een stuk. Oh ja, ja, Q, zoals je weet, iedere week hebben we een kijkersvraag. Ja. En nou, de eer is aan jou om die kijkersvraag te openen en om hem voor te lezen. En dat is man. Één kijkersvraag? Ja, van iemand die dat heeft ingestuurd, die met een probleem zit. Oké, okay. Hij zit met een issue. Met een issue. Pak een tissue voor die issue. Ik hoop altijd dat ik... Oh, wacht, hier. Oh, moet ik het oplezen? Ja. Beste Youssef, staat geen QC bij, maar hij is niet erg, toch? Ja, man, tussen haakjes. Oké. Okay. Mijn scooter is ongeveer 1,5 jaar geleden in beslag genomen voor het technische onderzoek. Zij dachten dat er een begrenzer in zat. Die zat er dus niet in. Maar het probleem is dat ik mijn scooter terugkreeg met schade. Ik ben meerdere keren langs het bureau gegaan en heb een klacht ingediend. Maar heb er nooit meer wat over gehoord. Wat kan ik doen? Goed, Taban. Ja, man. Ja. Het is een probleem van Taban. Heb jij ooit zoiets meegemaakt? Is jouw scooter of auto een keer in beslag genomen door de politie? Nee, nog niet. Maar ik denk wel dat er een... ik denk dat die begrenzing bij mij wel is. Je hebt ook laatst een scooter gehad, nee, toch? Ja, ja, ja. En? Ja, nee, lekker man. Hij gaat gewoon zoals... Zoals het hoort. Zoals het hoort. Er zit nergens een knopje of zo, waardoor het niet sneller gaat. Nee, joh. Dat doen we niet aan. Maar zij heeft dus zeg maar, bij haar is in beslag genomen voor onderzoek. Ja. Uiteindelijk zij krijgt terug met schade. Ja, ja, dat moet toch opgelost worden? Als ik nu een scooter van haar zou lenen en ik breng hem terug met schade, dan kan ze die schade ook op mij verhalen, snap je? Ja, ja, precies. Maar waarom bij de overheid dan niet? Zou in principe ook gewoon moeten kunnen. Dat ook kunnen, want ik weet dat ze niet netjes omgaan soms met... ik ken ook wel mensen die gewoon hun... scooter of auto gameslag is genomen, dat het ook gewoon voor onderzoek en dat het ook gewoon met schade terugkwam. Ja. En wat doe je dan op zo'n moment? Ben je dan al blij dat je je scooter terugkrijgt en denk van ik zeg maar niks of? Nee man, het is wat ik zeg. Als iemand schade maakt, dan moet hij er ook voor betalen. Maakt niet uit wie je bent. Snap je? Dus ja, ik vind het niet normaal. Ik vind het schandalig. Dit is werkelijk waar ongelooflijk, jongens. Ongelooflijk. Jongen. Wat is dit nou allemaal? Wij zijn ook de straat opgegaan om bij de jongeren te checken. Is jouw scooter of auto ooit wel eens een keertje in beslag genomen door de politie? Mijne niet, maar ik ken wel mensen die de scooter in beslag zijn genomen, man. Mijn mattie de scooter waar ik op reed, man. Of waar jij op reed? Ja, man. Geen ribba, toch? Ja, wel eens bij mijn vriendinnen of bij mijn vrienden, zeker en vast al wel. Ja. Hoe is dat gekomen? Hij had al geen rijbewijs, dus hij was gewoon aan het rijden zonder rijbewijs. Ja, hij ook op een verkeerde plek gestaan en ook geen rijbewijs, dus ja, ook in beslag genomen. Broer, hij reed zonder rijbewijs, op een Vespa nog. Ja, dan die Vespa, je weet toch? Die glimt gewoon, je weet toch, is van goud. De politie houdt je staande en hij zegt, ja, ik heb geen rijbewijs, wat moet je doen? Dus ja, iemand, hij was in beslag genomen gewoon. Nee, niet van mij man, niet van mij. Wel van een paar vrienden. Van mijzelf niet man, maar wel van een Matty of zo. Bijvoorbeeld hem, hij. Bijvoorbeeld hij. Ja man, een Renault 180 cc man. Ja man, toen was hij in beslag genomen. Maar nooit echt van jou? Hè? Nee, hij was nooit van mij man. Maar hoe kwamen ze erachter dan dat jij hem had? Ik zag opeens busje achter mij van politie. Hij deed sirenes aan, dus ik reed weg. Want dat was mijn eerste instinct. Dus daarna, ja, daarna hadden ze me gepakt. Toevallig nog. Een paar weken terug, een vriend van mij uit Kralingen, zijn scooter reed hard op de rollerbank. Ik vond het echt fucked up man, maar ja, hij was ook nog bijna jarig man. Hij reed volgens mij in de stad ergens en hij ging op de rollerbank en ze zei tegen hem dat het te hard ging of zo. Dus de politie gaf hem allemaal papieren en zo, maar
Hij stuurde snaps en zo, maar ik geloofde het niet, je weet toch? Hij moet het terug oppakken. Ze zeiden, ja, het kan door corona 2 maanden nog duren. Dus dat gewoon 2 maanden die beetje scooter kwijt. Dat is fucked up, man. Hoe ik het zou oplossen, ja. Ik zou eerlijk gezegd niet weten of ze dan zeg maar mij laten weten of die auto dan een bepaalde plek weer terug kan krijgen. Maar ik neem aan gewoon de politie melden. Waarschijnlijk staat hij dan als weggetakeld misschien. Als ik mijn kenteken doorgeef. En dat ik dan, ik weet wel dat je dan in ieder geval een bedrag moet betalen om je auto weer terug te kunnen krijgen. Dat weet ik wel. 180 cc, ja! Ja, man. 110, 130, geen enkel probleem. Hey. Ja, ja. Dat veel mensen in Rotterdam hebben misschien niet, je weet toch, net als bij jou, niet dat het per se bij jou in beslag is genomen, een scooter of auto. Maar iedereen kent sowieso wel een mattie of een vriend. Ja, sowieso toch. Ik denk dat het wel vaak is gebeurd. En ik denk ook verschillende redenen. Ja. Bij de ene is het... wat meer... ja, ja, dat is het echt, dan halen ze mee maar uit elkaar. Dan weet je wel waarvoor. Die zijn op zoek naar iets. Die willen kijken of de motor nog werkt. Ja, ik... Ja, maar nee, ik heb wel eens meegemaakt. Maar vooral met scooters, hoor. Daar heb ik het wel meer gezien. Maar ja, mensen ook, die ook gewoon een, net als deze jongen, gewoon een hele snelle scooter hadden. En ja, als die dan op de rollerbank komt of zo. Maar vaak koop je het ook en je weet misschien niet eens hoe hard die gaat. Of je koopt een tweedehands van iemand. Ja, ja. Ja, is zo, lastig. Ook als je jong bent, toch? Ja, ja, ja. Zeker, man, zeker. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje van snelheid houdt. Ja. Dus, maar het is natuurlijk ook levensgevaarlijk, jongens. Levensgevaarlijk. Niet doen. En om nog eventjes wat goed advies binnen te krijgen, gaan we even kijken naar de volgende video. Hoi Taban. Balen dat jij jouw scooter beschadigd terugkreeg van de politie. We hebben al vaker van dit soort verhalen gehoord. Het is heel goed dat je eerst een klacht hebt ingediend bij de politie. Maar dat je vervolgens nooit meer wat hebt gehoord, dat kan natuurlijk niet. Wij vinden dat de overheid, waar de politie onderdeel van is, altijd op klachten moet reageren. Gebeurt het niet, dan kun je bij ons terecht. Je kunt ons op werkdagen tussen 9 en 5 uur bellen op het gratis nummer 0800-33-5x5 of via de website een klachtenformulier invullen. Als je vragen hebt over in beslag genomen spullen, kun je het beslagloket van de politie bellen. Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 088-15-24-200. Dus Taban, ik hoop dat we van je horen, zodat we jou verder kunnen helpen. En Youssef, nu terug naar jou. Kiu, ik wil je bedanken voor je komst. Ja, man, nee, was gezellig, man. Dat je even met ons ging kletsen over dit, even een beetje de jeugd, even een beetje educaten. Ja. En heb je nog wat advies voor de mensen die, waarvan de scooters en auto's in beslag zijn genomen? Koop een nieuwe auto. Koop een nieuwe scooter. Daarmee sluiten we af voor deze aflevering, jongens. Vonden jullie dit een leuke aflevering? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren. Ga natuurlijk allemaal naar QC Gaming. Op Twitch ben je nu ook actief, hè? Ja, toch. Dus ga die man volgen op Twitch. Ga volgen op de Gram, op TikTok, overal. En dan zien we jullie weer. Ja, man. Ik heb nu bij YouTube een winactie. Voor een begrenzing. Wat kunnen ze doen om mee te doen? Abonneren. En winnen begrenzen. Ai, ai, ai. We zien jullie weer. Tot de volgende keer. Later. Als ik alleen al aan QC denk, dan krijg ik meteen een glimlach op mijn gezicht. Shoutout naar die man. Shoutout naar jou, Tarman, voor het sturen van deze vraag. Ik hoop dat we je hebben kunnen helpen. En ik hoop dat als iemand anders ook een probleem heeft met de gemeente, een overheidsinstantie, de politie, dat er niet naar hun wordt geluisterd of dat ze onrecht wordt aangedaan, dan kan je bij de Nationale Ombudsman dus terecht. Much love, Youse.